Welkom bij een nieuwe aflevering van FC Afkikken voetbalquiz voor de Voedselbank. Met 3 nieuwe deelnemers. Waaronder, voor mij voor het eerst, 2 Belgen. Guillaume en Rick. En we hebben Tom. Welkom mannen. Hey. Hallo. Ik zal jullie even uitleggen hoe het werkt. We spelen zo meteen 3 rondes. De eerste ronde is trivia. De tweede ronde zijn spelerspaspoortjes. En de derde ronde is de finale vraag. 1 finale vraag. En die wordt gespeeld door 2 mensen. En dat betekent dat na ronde 2 1 iemand afvalt. En dat is degene met de minste punten. Zoals dat gaat in een quiz. Huishoudelijke mededeling. Mocht je het antwoord weten, eerst je naam roepen. Dan krijg je van mij de beurt. En dan mag je het antwoord geven. Oké. Okay. Ja. En je mag één keer, dat spreekt voor zich, toch? 1 keer antwoord geven. Dus die mag niet blijven gokken. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Goed. Ja. Succes, hè? Ronde 1, vraag 1. Engeland heeft pas 1 keer op een WK een penaltyreeks gewonnen. Tegen welke tegenstander was dat? Guillaume. Guillaume was eerst. Colombia. Ja, is goed. Op het laatste WK, hè? Vraag nummer 2. Met welke Feyenoorder zocht Jermaine Lens ruzie na afloop van de topper Feyenoord PSV in de Kuip in 2013? Tom. Ja, Tom. Joris Matthijssen. Dat is helemaal goed. Vraag nummer 3. Welke Italiaanse spits speelde zowel voor Chelsea, Roma, Liverpool als Milan? Rick. Ja, Rick. Otelli? Nee. Chelsea, Roma, Liverpool en Milan. Milan? Italiaanse spits. Ja. Guillaume? Ja. Zola? Nee. Kom maar niet op. Fabio Borini. Oef. Vraag nummer 4. En altijd slecht spelen voor die clubs. Knap. We zullen het doorgeven. Vraag nummer 4. Voor welke club verruilde Noordin Amrabat PSV in 2011? Rick. Ja? Feyenoord? Nee. Tom. Ja? Malaga? Nee. Nog slechts 10.000 clubs over. Amrabat. Guillaume, Düsseldorf. Nee, Kayserispor. Goed, vraag 5. Bij welke Poolse club is Robert Maaskant trainer geweest? Rick. Ja, Rick. Lech Poznan? Is niet goed. Ai. Guillaume? Ja? Legia Warschau. Niet goed. Zo mooi dat de Belgen steeds sneller reageren, Tom. Ja. Niel. Welke was het? Ik wil graag nu een antwoord van je weten, als je het weet. Nee? Nee. Wisla Krakau. Wisla. Wat wil je zeggen, Rick? Hoeveel vragen zijn er deze ronde? 10. Oké, okay, ja. Dus je hebt nog 5 keer de kans om... een punt scoren. Vraag nummer 6. We hadden het net over Noordin Amrabat. Nu gaat er een vraag over Sofyan Amrabat. Bij welke club komt hij... Guillaume. Uit? Ja, zeg maar Guillaume. Shit, hij is getransfereerd van... Ik moet het nu weten van je. Atalanta? Nee. Tom. Tom is eerder. Napoli? Nee, is niet goed. Rick? Fiorentina? Is helemaal goed. Tuurlijk. Ja, vraag nummer 7. Welke Ajaxiet scoorde in de Champions League kwartfinale in het seizoen 96-97 de winnende goal tegen Atletico Madrid? Rick. Ja? Dani? Nee, die scoorde hem daarvoor, maar dat is niet goed. Guillaume? Ja? Kluivert? Nee. Dat is voor mijn tijd, dat vind ik altijd lastig. Was trouwens een fantastisch duel, dit. Ik weet het niet. Nee? Tiani Babangida. Oef, ja. Mooie naam. Zeker. Vraag nummer 8. Noem
namen van twee Galacticos die in de jaren 2000 zijn uitgekomen voor Real Madrid. Rick. Ja, Rick. Beckham en Guti. Geen Galacticos. Volgende. Iemand anders? Guillaume. Ja. Nog steeds David Beckham en Zidane. Ja, is goed. Je had ook Figo kunnen noemen of Ronaldo. Maar dat klopt. Punt voor Guillaume. Vraag 9. Wie miste namens PSV de beslissende strafschop in de penaltyreeks tegen Atletico Madrid in 2016? Achtste finale. Vicente Calderon. Guillaume. Ja? De Jong. Nee. Rick of Tom? Rick. Nee? Tom? Nee. Was dat Memphis? Nee. Dat was Luciano Narsing. En laatste vraag van de eerste ronde, waar het heel spannend is. Wie droeg in de laatste groepswedstrijd van Oranje op het EK 2012 de aanvoerdersband? Rick. Ja? Van Bommel. Nee. Guillaume. Ja? Snijder. Nee. Van Persie? Nee. Meek Stekelenburg? Nee. Rafa van der Vaart. Ah. Stand naar de eerste ronde. Tom en Rick, 1 punt. Jan, 2 punten. Iedereen nog zicht op de finale. Spelerspaspoortjes. Je mag me onderbreken. Maar dan wil ik wel je naam horen en binnen 2 seconden de naam van de speler die we zoeken. En anders zou ik gewoon even wachten als ik jullie was om gewoon het tijd af te maken. Beginnen we met de eerste. Dan hebben jullie heel veel mazzel door de makers. We beginnen met een Belgische club. Club Brugge, Sparta, Heerenveen, AA Gent, Cercle Brugge. Tom. Ja, Tom. Sven Koens. Brugge, Sparta, Heerenveen. En na Heerenveen, wat dan, Niel? Na Heerenveen? Ja. Agent. Na Heerenveen, Agent. En dan nog Cercle Brugge. Guillaume? Ja. Brian van den Bussen. Helemaal goed. Dat is knap, hoor. Volgende. Ja. FC Twente, PEC Zwolle. FC Utrecht, Central Coast Mariners, FC Twente. Guillaume? Ja, Guillaume? Bram van Polen. Nee. Tom. Ja, Tom. Wout Brama? Ja, is goed, Tom. Ah, tuurlijk, ja. Oh. Bram van Polen is Mr. PEC Zwolle, hè? Ah ja, maar ging die ook niet naar Oceanië? Of heeft hij daar geen liefde voor? Of? Misschien hebben we nu nieuws in deze opname. Nou, okay. Hey, ik heb het nog niet gehoord van Bram. Volgende. Feyenoord, RKC, Glasgow Rangers, Arsenal, Barcelona, Feyenoord. Rick. Ja, Rick. Van Bronckhorst. Goed. Oeh, wat wordt het spannend, jongens. Hoeveel nog? Nog 2 spelerspaspoortjes. Guillaume 3 punten, Rick 2 punten, Tom 2 punten. Komt-ie. Krakau, Wolfsburg, PEC Zwolle, Kaiserslautern, FC Twente, FC Utrecht, Leeds United. Tom. Ja, Tom. Matthäus Klieg. Goed. Wie? Klieg. Belangrijke speler in de ploeg van Bielsa. Voor mij speelt hij elke week. Moet spelen. Oké. Laatste spelerspaspoortje, Rick. Je moet hem goed hebben. Anders geen finale voor jou. Ben je er klaar voor? Ja. Komt-ie. PSV, FC Den Bosch, FC Eindhoven, FC Twente, Feyenoord, Dynamo Moskou, Feyenoord. Guillaume. Ja, Guillaume. De Guzman. Nee. Kan je herhalen of is dat niet mogelijk? Zeker. PSV, FC Den Bosch, FC Eindhoven, FC Twente, Feyenoord, Dynamo Moskou, Feyenoord.
Nee, ik denk dat jullie hem niet weten, hè? Nee. Nee. Opman Bakal. Hmm. Ja. Rick? Ja? Het avontuur houdt voor jou op nu. Ja, helaas. Ja, inderdaad. We gaan een beslissingsvraag spelen voor tussen Tom en Guillaume, wie in de finale het voordeel heeft. En het is een makkelijke. Hoeveel officiële doelpunten heeft Sergio Cum Agüero gemaakt in het shirt van Manchester City? Dat is een schattingsvraag. Dus Guillaume, jij als Belg mag een eerste schatting maken. En alle officiële matchen voor City of competitie? Officiële wedstrijden. Oef. 208. Tom? 200. Gaat het puntje naar Guillaume, 254. Zo. Dat betekent dat Guillaume het voortouw heeft in de finale. Rick, ik wil je danken voor je deelname. Ja, ik denk dat ik mee mag doen. Dat is fijn. Ja, dankjewel. En we gaan door naar de finale. Rick is eruit. Als ik dat nog even denk. Bye. Hij wilde nog even kijken, denk ik. Ja, hij wilde wel even kijken. Ja. Oh, dat is wel lullig. Nou ja, er is niks aan te doen. Finale. De finale vraag. Jij mag zo meteen bepalen, Guillaume, of je hem wil starten of dat je Tom laat starten. We gaan een opstelling, daar wil ik antwoorden van weten. Dus het is straks over en weer totdat iemand een fout maakt. Diegene verliest en de ander wint. En die gaat dan door naar de volgende aflevering. Mm-hmm. De vraag is, Barcelona legde in 2015 na 4 jaar weer eens beslag op de cup met de grote oren. In de Champions League finale werd Juventus met 3-1 verslagen. Welke 11 spelers had trainer Luis Enrique het veld ingestuurd? Wil jij starten met deze vraag of wil je Tom laten beginnen? Ik zal wel starten. Okay. Lionel Messi. Is goed. Tom. Xavi. Is helaas niet goed. Is dat al niet goed? Nee. Ik dacht dat is een zekerheidje. Ik zal je de opstelling noemen. Bravo, Dani Alves, Piqué, Mascherano, Alba. Busquets, Iniesta, Rakitic, Messi, Suarez, Neymar. Ja. Victory. Niet best. Night best, Tom. Night best. Nee, je verliest van een Belg. Ja, dat maakt niet zo uit. Gefeliciteerd. Okay. Thanks. Goed. Guillaume, dankjewel. Jij bent door naar de volgende ronde. Jou gaan we terug in de volgende aflevering. Tom, dankjewel voor je deelname. Yes, graag gedaan. En ik wil tegen de kijker zeggen, tot de volgende aflevering.